kwart over zeven. Het zat eraan te komen en het gaat ook echt gebeuren. En dan zeggen we niks over het Eurovisie Songfestival. Nee, over Alibaba, die Chinese tech-gigant. Die ondergaat binnenkort een metamorfose. Het bedrijf wordt in zes hoofdonderdelen opgesplitst. Een miljardenbedrijf, nu een beurswaarde van $220 miljard. Opgericht door Jack Ma, de afgelopen tijd totaal buiten beeld. Vroeger kritikaster van de Chinese regering. Maar China, de Chinese regering, jaagt op grote bedrijven die ze te groot vinden. En daarom worden ze uit elkaar gespeeld. We gaan naar Ed Sander, die is China-techdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een eigen beslissing van Alibaba of inderdaad een moedje van de regering? Nee, dat is een eigen beslissing van Alibaba. Dus ik moet hetgene wat je net zei wel meteen even rechtzetten. Alibaba is eigenlijk sinds de beursgang in 2014 dusdanig groot geworden. Om je een idee te geven, ze hadden 25.000 medewerkers in 2014. En dat zijn er nu 250.000. En is daardoor heel erg log en traag geworden, ook in de besluitvorming. Het is een eigen beslissing van het bedrijf, iets waar Daniel Zhang ook al een aantal jaar aan werkt, om een aantal divisies te creëren binnen het bedrijf die op eigen benen kunnen staan en zelf winstgevend kunnen zijn. En dat wordt dus nu dit jaar doorgevoerd. Maar wacht eventjes, want oprichter Jack Ma en de regering en Alibaba lagen al jaren onder het vergrootglas van de Chinese overheid, die hem zelfs gedwongen hebben zijn eigen positie, zijn aandelenbelang op te geven voor een groot deel. Het bedrijf is op de vingers getikt, kreeg een boete omdat het een monopoliepositie zou hebben. En nu komt dit ineens als een eigen keuze? Ja, het is allebei waar. Hè. Het is China, dus het kan allebei waar zijn. Enerzijds inderdaad is het bedrijf flink aangepakt voor anti-monopolie wat dat betreft. Dus, ja, maar zelf dus ook. Ja, maar zelf inderdaad, nadat hij te kritisch is geweest op de financiële toezichthouders, is een tijdje van de radar verdwenen. Hij heeft ook een tijdje in het buitenland gewoond wat dat betreft. Daar wordt ook over gezegd van hij is gevlucht. Nou, als ze echt achter hem aan zouden zitten, dan had hij het land echt niet kunnen verlaten. En wat zou jij doen als je in een land met zero-covid-beleid zat en het geld had om een jaartje in Japan te gaan wonen? Dus ik denk dat we dat ook niet moeten overdrijven. Dit is echt iets wat Alibaba doet om gewoon sneller en wendbaarder te worden. En uiteindelijk ook die zes verschillende bedrijfsonderdelen de mogelijkheid te geven om straks individueel naar de beurs te kunnen gaan. Wat wij kennen Alibaba met name van AliExpress hier in Nederland, maar het is inderdaad een enorm concern, ook met eigen betaaldiensten, noem maar op. Wat gaat er dan allemaal verschillend hebben? Er zijn er zes units die allemaal apart naar de beurs gaan, die krijgen een eigen introductie. Welke divisies komen er? Oké, wat Alibaba zegt is, ze hebben straks een 1 plus 6 plus N structuur. De 1 is een holding die eigenlijk toezicht gaat houden op de zes verschillende onderdelen, plus nog een hele groep losstaande bedrijfjes. De zes onderdelen zijn cloud computing, zijn binnenlandse e-commerce, zijn Cainiao, dat is een logistieke tak die zowel de binnenlandse als de buitenlandse e-commerce verzorgt. Local services, daar vallen onder andere maaltijdbezorging valt daaronder. Global e-commerce, daar valt dus het hele kleine gedeelte AliExpress, wat wij kennen, valt daaronder. Maar ook bijvoorbeeld Lazada in Zuidoost-Azië. En digitale media en entertainment. Daar valt onder andere Youku, dat is een soort van YouTube-achtige platform. En Alibaba Pictures, waarmee ze films financieren, valt daaronder. En die zie je ook af en toe voorbij komen op de Nederlandse buis, als je een keer kijkt naar een filmpje. Maar als consument gaan we er niet veel van merken, van die veranderingen, in Nederland althans. In Nederland zullen we daar weinig van merken. In China, ja, uiteindelijk, doordat die bedrijven straks veel wendbaarder zullen zijn, omdat ze zelf hun eigen beslissingen kunnen nemen, een eigen CEO hebben, een eigen board of directors, zullen ze beter kunnen concurreren met andere bedrijven in China die eigenlijk dezelfde diensten aanbieden. Want er zijn natuurlijk heel erg veel. En dat zou eigenlijk voor de consument moeten betekenen dat de producten wel sterk gaan verbeteren uiteindelijk. Ja, en dat de prijzen lager worden. Maar ja, blijf China. Ja. Dankjewel, Ed Sander, China-techdeskundige.